Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Roland en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe zondagvlog episode. En voordat we gaan beginnen wil ik eerst even zeggen, het spijt me dat ik de zondagvlog van vorige week zondag heb gemist. Maar dat is bepaalde redenen, want ik voelde mij echt niet lekker afgelopen zondag. Ik denk dat ik ook überhaupt afgelopen week gewoon onder de leden had gehad. En het was ook allemaal gedonder met ShadowGames, dus dan moest ik eerst op een rijtje krijgen. Dus al met al, er was heel veel gedonder volgende week. Maar het lijkt alsof het nou allemaal is opgelost. Dus ja, wel goed. Even als eerste. Ik neem dit nu op zaterdag. Nou, dat zien jullie waarschijnlijk wel hier. De 13e. Zaterdag de 13e. En wel, dat komt omdat ik zondag morgen dus in principe met wat vrienden naar de film ga. Met Joram, Ivo, Jelle, Joch en nog een andere mensen en zo. Ivo en Jelle die zitten ook in de YouTube-business. ShyGuyBro99 is Ivo's kanaal. Boefie66 is Jelle's kanaal. Er staat hier wel een link van hun in beeld. Dus ja, klik er even op en abonneer als je het nog niet hebt gedaan natuurlijk. Eens even kijken. Goed, wel. Ik ga het denk ik vandaag over heel veel onderwerpen hebben. Waaronder het gameplan wat ik in de vakantie ga maken voor na de vakantie. En ik ga het met jullie hebben over de enorme groei aan subs en de enorme groei aan views. Dus ja, als eerste, ik zal dit maar even weghalen, dus op papier ook. Heb je helemaal niks aan, zo opdonderen. Goed, wel. Zien er een stuk beter uit. Goed, wel. Ik zal het eerst maar gaan hebben over de subs en alles. Ik heb nu op dit moment 775 abonnees. Gewoon, wauw. Het is echt gewoon wauw. Ik vind het zo geweldig dat er zoveel mensen allemaal in één keer op mij geabonneerd zijn. Het is zo snel gegaan. Gewoon in één maand gewoon bijna 400 subs erbij gewoon. Het is zo episch. En we hadden ook nog de views. Het zijn nu bijna 4000 videoweergaves. Dat is gewoon, of ja, 64.000 videoweergaves eigenlijk. Dat is zo episch. Ik bedank jullie er echt allemaal voor. Ik heb niet echt tijd gehad om daar een bedankje video voor te maken. Maar voordat ik op vakantie ga, komt er nog wel even een ja, noem je dat achteraf commentaar uit waarin ik ga vertellen over de vakantie. En ja, waar ik heen ga en alles. En ik wil jullie alvast nu al zeggen, er komen geen video's uit voor de 3 weken dat ik op vakantie ben. De reden daarvoor is wel, ik heb niet genoeg tijd gehad om alles te uploaden en te recorden en te editen en zo. Dus ja, het spijt me enorm, maar ja, dat is gewoon niet te doen op dit moment. In verband met op mijn internet. En ik had er de tijd gewoon simpelweg niet voor, dus het spijt me enorm. Maar ja, goed, ik zal het nou maar even over de games gaan hebben. Ik ben de laatste tijd ook enorm verslaafd geraakt aan een spelletje genaamd World of Tanks. Bij sommige mensen gaan nu een belletje rinkelen, bij sommige mensen hebben ze zoiets van, what the fuck is dat nou weer? Wel, World of Tanks is een soort van, ja, PvP minigame. Je hebt 2 teams van tanks. In ieder team zitten 15 tanks van verschillende tiers. Je hebt van tier 1 tot en met tier 10. En geen zorgen, je hebt geen tank van tier 1 die bij tier 10 in zit. Nee, het maximale waar een tier 1 tank bij in kan is volgens mij in tier 3 volgens mij. Ja, ik denk het ook. En wel, het verschilt allemaal qua kanon, qua damage, qua health, qua tiers dus. Hoe hoger de tier, hoe beter in principe. Dat is eigenlijk ook weer niet helemaal waar, want sommige tanks zijn ook gewoon echt waardeloos. Je hebt ook verschillende landen en alles. Het is echt super episch. Als jullie daar een uitlegvideo over willen, dan moet je het even achterlaten in de comments. En natuurlijk even een likeje achterlaten, want wel de likes, dat ja, wil ik echt gewoon wat hoger hebben en zo. Want er kijken nu zoveel mensen naar mijn video's. En ja, dat wordt echt awesome geliked onder Hunger Games en wat als met Minecraft. Maar ja, de Rood Gold serie en Pokémon, het hangt een beetje ergens op de achtergrond. En ik wil het echt wel wat mee naar voren brengen, jongens. Dus kijk gewoon eens even mijn Rood Gold Black Ops 2. Ik raak jullie niet aan om deel Cove te kijken, want dat is gewoon dramatisch slechtste deel ever. En gewoon zo kut, man, voor shotguns. Pokémon Platinum is echt enorm grappig, dus je like even die video en kijk hem even. En als je er meer van wilt zien, laat het achter in de comments, want ik heb er echt zoveel aan. En ik ga ook heel veel experimenteren met nieuwe games de komende paar maanden, want wel, ik ga op precies, ja, zondag. Dus ja, wanneer jullie deze video zien, een week daarop ga ik op vakantie. Dus ja, dat is super episch natuurlijk. Maar ja, dus dit is de laatste zondagvlog. Holy shit. Zaterdag komt de laatste video uit, denk ik. Dus ja, maar goed. Dus even kijken, ik ga dus nog veel experimenteren met nieuwe games deze week. Waaronder Left 4 Dead 2 Versus. En misschien campaigns, dat weet ik nog niet. Ik heb voor nu heb ik wat Versus opgenomen met Ivo en Jelle. Echt super grappig. Het was echt gewoon super cool. Ik denk dat jullie daar echt lol in gaan hebben in die serie. Het is niet echt een serie. Ik ga gewoon random van die afleveringen uploaden. Kijk, een serie is, zoals Ronda Spot Minecraft, Road to Gold, dat zijn series. Kijk, dit is niet echt een serie, maar ja, hoe moet ik het anders noemen? Een soort van
Ja, ik weet niet, ik noem het ook gewoon de Siri, fuck the system. Dan ga ik na de vakantie sowieso met mijn Lego Star Wars 3 de Clone Wars serie beginnen. Die zien jullie daar wel, echt super epische game is dat. Ik kan echt niet wachten om daarmee te gaan beginnen. Dan zit ik er nog aan te denken om misschien nog iets met... Even kijken, waar heb ik dat ding liggen? GTA 4, de Battle of Gay Tony te doen. Ik heb er al wat afleveringen van opgenomen, maar ik weet niet of jullie die willen zien. Dus laat ook even achter, wil je de Battle of Gay Tony zien? Wil je Left 4 Dead gaan zien? Wil je eventueel World of Tanks zien? Even kijken, wil je Halo 4 gaan zien? Wil je, weet ik voor wat zien? Laat het achter in de comments. Als ik ook terug ben van de vakantie, ga ik voor de eerste week sowieso 4 video's uploaden. Om het goed te maken dat ik de hele vakantie niks heb geüpload. Dat spijt me enorm, maar ik ga wel heel veel vlogjes maken. Dus ja, die gaan jullie ook heel veel zien. Dus ja, ik ga proberen om 4 video's dan per dag te uploaden. Het zal me waarschijnlijk niet allemaal heel erg gaan lukken. Maar ja, anders zal de week daarop wel zijn. Ik ga sowieso, in de maand dat ik terug ben, ga ik sowieso een week 4 video's uploaden. En dan is het bijvoorbeeld 3 normale video's. Dus bijvoorbeeld een vlog, Ronald speelt Minecraft. En bijvoorbeeld Road to Gold. Want die serie krijg ik helaas niet af. Durps, zo ga ik wel af laten lopen voor de vakantie. En ik hoop dat ik nog voor september de Road to Gold klaar kan krijgen. Want dan kan ik hopelijk ergens in september iets met Skyrim gaan doen ofzo. En aan de hand daarvan ga ik verder daarmee. Ik ga met Skyrim wel met een like systeem werken, denk ik. Dat moet ik even kijken. Dan hangt het gewoon vanaf 15 likes voor de volgende Skyrim ofzo. Moet prima te doen zijn. Dan eens even kijken. Komen er dus nog meer series aan. Hunger Games blijft gewoon doorgaan, maar niet zo heel veel meer. Want wel, ik upload nu bijna iedere dag wel een Hunger Games. Dat ga ik terugbrengen naar maximaal 4 Hunger Games in de week. Want wel, de Clone Wars Lego game komt er dus aan. Dan komt al die vlogs komen eraan. Dus ik moet gewoon wat plannen en zo. Pokémon ga ik gewoon wel met ongeveer 4 afleveringen per week door laten gaan. Eens even kijken. By the way, dit zijn de PaySafe cards. Ik heb allemaal geld uitgegeven naar World of Tanks. Kijk, dit is er een van 10 euro. Dan hebben we er hier nog een van. 10 euro, die staat namelijk vast. En verdamme. Oké, 10 euro. En nog een van 25 euro. Die is lekker bijna 50 euro. World of Tanks, shit, je boei. Ik ga niet meer kopen daarvoor, denk ik. Oh mijn god, Skype. Oh nee. Eens even kijken, wat nog meer. Halo 4. Ja, misschien ga ik daar iets... singleplayer-achtigs mee doen, of multiplayer gewoon een keer. Ik weet het niet, gewoon eens een keer live komen tegen van Halo 4. Gewoon om de shit wat op te frissen. Eens even kijken. Road to Gold, dus dat krijg ik dus helaas niet af. Baal ik wel van. Maar ik heb ook niet genoeg tijd voor gehad. Want mijn PvRD weer is moeilijk. Het is altijd zo met dat poepding. Eens even kijken. Snoes, die heb ik hier niet. Dus die groeit wel lekker groot. En ben ik ook weer naar de arts geweest vanochtend, de dierenarts. Want dat moest gewoon wat wel. Dat moest gechipt en alles. Even kijken, ik zit nou eens even te neuzelen hier. Crysis 3, jongens. Ik vroeg laatst aan jullie: willen jullie dat ik doorga met Crysis 3? Heel veel mensen zeiden: ja, ga naar door, het is episch. Ga ik doen met ongeveer 4 episodes per week. Over Skyrim. Ja, ik zit wel te twijfelen. Want ik heb natuurlijk ook nog allemaal andere games op mijn. Thingamajig hier zo. Dus kijk, boom. Ik heb ook nog, oh mijn god, wat is dit nou? Jezus, opdonder jij. Ik heb ook nog, World of Tanks achtergrondje, ik weet het. Even kijken, dan heb ik hier nog ergens, even kijken, Team Fortress 2. Willen jullie eens van de Team Fortress 2 gameplay zien of zo? Laat het even achter in de comments en dan ga ik gewoon de groep Jelle, Joran en Ivo wel eens even bij elkaar rapen. Dan ga ik ze even zeggen, jongens, we gaan Team Fortress doen. Want wel, dat volk is er echt gewoon verslaafd aan. En wel, jongens, iedereen die zegt van, ja, doe die serie, maar jongens, dat kan gewoon niet, want wel, als het zou zo zijn dat ik Skyrim zou doen, dan heb ik na de vakantie, heb ik Ronald speelt Minecraft, heb ik eventueel nog Left 4 Dead, als jullie dat nog steeds dan willen zien, heb ik GTA 4, want dat wil ik echt heel graag gaan doen, Crysis 3, Lego Star Wars, Pokémon en nog wat andere dingetjes natuurlijk, maar... Volgens mij zijn dat ze allemaal wel, dat weet ik allemaal niet. Maar kijk, laat ik het zo zeggen. Willen jullie echt heel graag naar de Skyrim gaan doen? Of zouden jullie zeggen, we willen wat meer afleveringen van bijvoorbeeld die andere series? Dus zeg gewoon Skyrim ja of nee. Als jullie ja zeggen, dan zeggen jullie gewoon doe Skyrim er gewoon bij. En dan komen er maar wat minder afleveringen van eventueel Ronald speelt Minecraft, van Hunger Games, van Lego Star Wars, van weet ik veel wat uit. En ik doe het echt alleen als ik echt gewoon echt heel veel reacties af krijg. Als er een stuk of 5 zijn of zo, dan ga ik ook gewoon zoiets hebben van, ja, doei, dacht het niet. En dan helaas gewoon geen Skyrim. Dat,
zal ik wel meenemen in mijn gameplan wat ik in de zomer ga maken natuurlijk. Daar ga ik zeg maar inplannen over de series. En als ik dus 4 afleveringen van dat wil uploaden, 4 afleveringen van dat, van dit, van zus, van zo, blablabla. Want gewoon is het Minecraft ga ik proberen om iedere dag te doen dan. Maar dat is wel de hoofdserie zeg maar. Uiteindelijk komt dat ook ten einde. En dan ga ik beginnen als dat ten einde is bij episode 100. Heel veel mensen zeggen, Ronald stop dan niet meer bij episode 100, maar ik ga het toch doen. Want ik vind het echt een mooie mijlpaal om te stoppen. En wel dan. Dan komt het. Multicraft seizoen 2. Oh nee. Met jawel. Ik. Joran. Ivo. En Jelle. Dat zijn echt gewoon mensen. Dat gaat gewoon niet goed mee. Als je de Multicraft met Jeroen en Jordi al leuk vonden. Moet je dit echt. Dat gaat gewoon helemaal rechts meer over. Dat wordt echt gewoon te grappig. En wel, dan gaan we proberen ook samen de Enderdrang te verslaan. De Wither laten we even wat het is, denk ik. Tenminste, als zij dat willen, doen we dat. Maar het lijkt mij niet handig in verband met de rossen die we nodig hebben en alles. Maar er komt dus wel heel veel jullie kant op en zo. En er komt na de vakantie nog wel een video uit over het gameplan. En of jullie het ermee eens zijn, of nee, dan mogen jullie allemaal tegen mij vertellen. Als jullie het niet mee eens zijn, dan maak ik desnoods een helemaal nieuw gameplan. Maar goed, als jullie de Skyrim willen zien, dat betekent het dus dat er gewoon van bijvoorbeeld andere series, dus jullie heel graag willen zien dat daar minder afleveringen per week verkopen. Bijvoorbeeld 3 afleveringen en dan gewoon een extra aflevering van Skyrim. Want ik moet het allemaal wel inplannen. Dus zeg gewoon even in de comments, ja we willen Skyrim of nee we willen Skyrim niet. Zeg gewoon Skyrim ja, Skyrim nee, je weet wel wat het allemaal inhoudt. Eens even kijken. Ik denk dat ik het hierbij gelaten, jongens. Want ik heb denk ik wel lang genoeg geneuzeld. En wel, ik heb zin in dit hier. Maar eens even kijken. World of Tanks dus. Als echt jullie gewoon graag willen dat ik een World of Tanks tutorial serie ga doen, zeg maar. En dat is een kleine serie. Waarin ik ga zeggen. Jongens, dit is dat. Dit is zus. Je moet dit zo spelen. Je moet dus dat spelen. Laat het ook even achter in de comments. Dan zal ik dat voor de vakantie nog wel gaan doen. Dat is dan ongeveer een week aan World of Tanks afleveringen. En that's it in principe. Even kijken, dan ga ik wel eens een keer met jullie hebben over mijn hele YouTube, hoe ik het heb opgebouwd en zo. Daar ga ik het denk ik later wel een keer over hebben en de basic stuff wat je nodig hebt. Maar eens even kijken jongens, ik ga het hier laten voor vandaag. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Nogmaals over dat uitlegdingetje. Wil ik gaan vertellen hoe je een goede mic kunt hebben, hoe je Xbox opneemt, hoe je Minecraft opneemt, al dat soort dingen. Daar ga ik een aparte serie van maken na de vakantie. Dus dat ga ik denk ik ergens in oktober doen, denk ik. Dat vind ik wel redelijk. Dan zien jullie dat dus in oktober. Dus ja jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter. Abonneer even. En volg mij even op Twitter. Heel belangrijk. Volg mij even op Twitter. Het is echt heel belangrijk jongens. Want daar zien jullie alle updates over Shadow Games. En dan zien jullie alle real life rotzooi van mij. Bijvoorbeeld als ik zeg, er komen maar 2 video's online vandaag. Dan vind je dat daar. Dus heb je wat onduidelijkheid over iets? Ga naar mijn Twitter, daar staat het altijd gegarandeerd. En desnoods tweet even naar mij. En zeg Ronald, ik snap dit niet. Ik reageer altijd terug op tweets. Dus jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En we abonneren even op Boefie66. ShyGuyBoren99. En maakt echt awesome animations. En Boefie66 die is Boefie66. Dus jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus later mensen, morgen een filmpje kijken. Yeah. Nou ja, eigenlijk, vandaag. Het is zondag, wanneer jullie dit zien, maak ik niet meer op. Zaterdag, maar goed. Ijskoepje. Yeah.